Energiebedrijf Delta lijkt even toekomstbestendig als een gloeilamp. De onderhandelingen met het Rijk over de kerncentrales zijn deze week mislukt. Het bedrijf moet opsplitsen. Alles wat los en vast zit staat in de verkoop en de centrale is een financieel blok aan het been. Gelukkig kan Delta blijven rekenen op de steun van het Zeeuwse publiek. Bij welk energiebedrijf zit u? Bij Nuon. Energie Direct. Bij Oxio. Bij Ascent. De E.ON. Ja. Delta. Delta? Ja. Duur! Zeggen ze? Ik heb altijd bij Delta gezeten. Maar ik ben ook een Zeeuw, hè? Dus van Zeeuwse afkomst. En ik ben niet zo'n switcher van de een naar de ander. U zegt, helpt elkaar, koopt Zeeuwse waar. Kijk, dat bedoel ik. Vindt u het belangrijk dat we een Zeeuws energiebedrijf hebben? Ja, tuurlijk. Zeker voor de werkgelegenheid vind ik wel, Zeeland. Dat moeten ze wel blijven doen. En dat moet er blijven allemaal in Zeeland, natuurlijk logisch. Dat mag niet weggaan. Nee joh, want welke provincie heeft dat nou ook? Dat heeft geen één provincie, alleen Zeeland. Maar dat is een beetje absurd natuurlijk. Overheden moeten zich bezighouden met besturen en niet het verkopen van elektriciteit. Ja, dat klopt, dat vind ik wel. Ja. Verwacht u dat Delta over een paar jaar nog bestaat? Niet in deze vorm. Opgedeeld, opgesplitst in veel onherkenbare onderdelen. Netwerkbedrijfje bijvoorbeeld. En de multimedia en dat soort dingen meer, die worden ook verkocht. Met Delta is het gewoon gebeurd? Is gebeurd. Je zal er maar werken. Ja, maar ja, je zal maar bij ABN AMRO werken, hè? Gaan er ook dadelijk weer 1500 uit. Dus ja, dat is de economische trend momenteel. Het gaat alleen maar om geld verdienen. Capelle kregen deze week 30 gecertificeerde volgers van de lokale politiek bij. Voor de cursus Politiek Actief, die de gemeente verzorgt, bestaat warme belangstelling. Maar misschien dat er iets in het plaatselijke fruit zit. Want elders op de Beverlanden vindt de burgerij het leven te kort voor de gemeentepolitiek. Wij adviseren lokale politici om het geluid maar even uit te zetten. Noemt u mij eens 2 wethouders in Goes? Noem er eens 1. Geen idee. Hoe heet de burgemeester van Goes? Die Krullenbol. Ik zou het niet weten. Ik heb hem vaak genoeg meegemaakt, maar ik zou het niet weten. René Verhulst. Volgt u de lokale politiek? Nou, nee, niet echt. Nee. Waarom niet? Nou, niet zo'n interesse. Een beetje. Een beetje? Ja, zo wat ik in de PZC lees. Meer de landelijke politiek. Ja, en ik weet ook dat wij geen burgemeester hebben op het moment. In Rijmerswaal. Dat weet ik ook. Dus dat is het eigenlijk. Hebt u wel eens een raadsvergadering bijgewoond? Jazeker. De gemeenteraad van Borselen. En waar ging dat toen over? Dat kan ik me eigenlijk niet meer herinneren. Nee, nog nooit. Nee. Schijnt heel erg interessant te zijn. Ja, maar we ook tijd voor hebben. Dat hebben we niet. Mag je dan je stem dan ook geven dan? Volgens mij kun je inspreken. Inspreken? Ja. Wel van tevoren aanvragen bij de griffier. Ja, oh ja, dat wist ik niet. Maar sorry, ik zit wel. Ja? Ja, ik wil geen bon. Je wil geen bon? Nee, okay. Ik ga verder. Tot ziens. Bedankt hè. Wat is uw nieuws? Dat de kleindierenshow van KPS Zeelandia niet doorgaat dit jaar. Een kleindierenshow waar we onze konijnen bij cavia's, kippen, duiven laten zien. En dat gaat niet door vanwege de vogelgriep? Dat klopt. We kregen van de week bericht dat het niet door kon gaan vanwege de vogelgriep. Alle tentoonstellingen in heel Nederland zijn afgeblazen. Mijn nieuws is dat in Hoek, waar ik predikant ben, dat daar de klok weer werkt. De mensen kunnen we zien hoe laat het is. En ieder uur slaat hij weer. Want die kerk was afgebrand. Vorig jaar nieuwjaarsdag is die inderdaad helemaal afgebrand. En in 2 jaar tijd is die weer herbouwd. Wij hebben iets nieuws opgericht. We hebben Art for Kids hier opgericht op Wemeldingen. En het is de bedoeling dat veel kinderen leren omgaan met verschillende kunstdisciplines. Mijn dochter die heeft een oogafwijking en dan moet zij een nieuwe bril. Dan moeten wij naar goedgekeurd worden door een medische opticien. Die is hier in Zeeland niet. En daarvoor moeten we minstens een uur rijden om eventueel daarvoor in aanmerking te komen. Want anders betaalt de zorgverzekeraar niet. Dat klopt inderdaad, ja.
Hoeveel kost een bril? Tussen de 750 en 1500 euro. Au. Absoluut, ja. Meneer, wat is uw nieuws? Nou, is heel simpel. Ik ben hulp Sinterklaas. En ik moet de komende dagen vele keren optreden. En die Zwarte Pieter discussie, dat vind ik zo zonde. Vind ik volstrekt onnodig. Wij gaan zo meteen even naar de dierenarts met Elvis, want die heeft een gebroken pootje. En hoe is dat gebeurd? Waarschijnlijk is hij van de tafel, van de tuintafel gevallen. En hoe gaat het nu met Elvis? Nou, alweer een stuk beter. Het gaat de goede kant op. Ja. Wil je ook reageren op het nieuws? Dat kan elke werkdag, 's middags tussen 17:30 en 18:00 op Omroep Zeeland Radio. Bel 0118 499 999 en zegt u het maar.